Alsjeblieft. De kamer van Piet Lamers heeft een mooie rode gloed. Van de elektrische kachel. Want de verwarming doet het niet. Woonzorg Nederland, die de flat beheert, laat de ketels vernieuwen. Maar dat duurt al zes weken. De woonzorg die zegt daar verder niets op. Die zegt hier kunnen we verder weinig aan doen. Ze laten ons ook letterlijk gewoon in de kou zitten. In de appartementen is het een graadje of 16. En in de ochtend is het zelfs nog kouder. Ik denk dat 75% allemaal. Tussen de 80, 80, 70, 80 jaar en ouder. Slechter been, dus die zitten veel. En als je veel zit, krijgt het koud. Piet Lamers is voorzitter van de Huurderscommissie. Met het bestuur heeft hij bij woonzorg ervoor gepleit dat ze in mei al zouden beginnen met de werkzaamheden. En als ze dan zou uitlopen, was het niet zo'n probleem, omdat het dan zomer was. Maar woonzorg besloot toch later te beginnen. Je voelt je ook niet serieus genomen door hun. Gewoon. Als wij tegen hun zeggen van waarom moet dit nu zo? Dan krijg je daar bijna of geen antwoord op. In het hele gebouw is het koud. Ook in een gezamenlijke ruimte waar één kacheltje staat. Maar echt behagelijk is het niet. Vanwege de modeshow staat het tweede kacheltje even in de bibliotheek. Maar normaal staat die ook in de zaal dat het wat warmer wordt. Maar het blijft koud. Het is niet meer warm te stoken. 240 appartementen zitten in het gebouw zonder verwarming. Dus kwamen er elektrische kacheltjes, 50 stuks. Voor diegenen die het echt koud hebben. Op is op, stond erbij. Maar dat lost het probleem natuurlijk niet op. Echt heel hard. Maar het is gewoon woonzorg, vind ik het op zijn zeg. Heel zacht gezegd vind ik het schandalig dat ze zo met ouderen omgaan.